Nou, we hebben op een bepaald moment hebben we alle bruggen hier, dus de oude, de monumentale bruggen. Dat is Amstelveense monumenten zijn dat geworden, zodat het Amsterdamse Bos een beroep kan doen op die potten daarvoor. Dan mag je jaarlijks 10.000 euro per aanvraag doen. Nou ja, en dat doen we dus om te zorgen dat dit gewoon in stand kan blijven. Is het eigenlijk nodig, die 10.000 euro? Nou, dat is zeker nodig. Als je kijkt naar het onderhoud wat dit soort bruggen vergt. Het is allemaal ambachtelijk werk. Het stamt uit dertiger jaren. We willen dat per se goed in stand houden. Het zijn monumentale kramenbruggen. Het zijn helemaal stijltypisch voor de dertiger jaren architectuur. De Amsterdamse school. Maar ze zijn dus heel duur in onderhoud. Nou, het Amsterdamse Bos geeft elk jaar zo ongeveer 50.000 euro uit aan het onderhoud van deze bruggen. Deze monumentale bruggen. Er zijn er 52 van in het Amsterdamse Bos. En een bijdrage van de gemeente Amstelveen stelt natuurlijk een enorme prijs. En komt ook heel erg goed terecht. Want die wordt namelijk volledig gestoken in de renovatie van al die bruggen. En het bijhouden van die bruggen. De bruggen in het Amsterdamse Bos werden eind jaren 90 op de valreep tot monument benoemd. Er is eind jaren 90 een inventarisatieproject gedaan. Waarin eigenlijk alle gebouwen en gebieden in Amstelveen zijn geïnventariseerd. En welke er eventueel monumentale waarde zouden hebben. Nou, daar waren de bruggetjes ook bij. En die zijn uiteindelijk als allerlaatste in de hele trit zijn die uiteindelijk aangewezen. Dat inventarisatieproject is gedaan door de monumentencommissie die wij destijds hadden. Het Amsterdamse Bos mag aanspraak maken op de subsidie omdat de bruggen een monumentale status hebben. Monumenten vergen meer onderhoud en dus kost het meer. Het onderhoud aan een monument is vaak duurder dan aan een gewoon huis. Dus daarom zegt de gemeente dan betalen wij ook een stukje mee in die extra kosten. Dus dat is 25% van de onderhoudskosten, restauratiekosten zijn in principe voor de gemeente. Dus dat geldt ook voor deze bruggetjes. Omdat het Amsterdamse Bos op Amstelveens grondgebied ligt, wordt er steeds meer samengewerkt tussen de gemeente Amsterdam en Amstelveen. Volgens de wethouder is de samenwerking tussen beide gemeenten alleen maar beter geworden. Ik denk dat het afgelopen jaar is die samenwerking is echt heel goed geworden. Zij hebben ons bijvoorbeeld geholpen toen we dat contract voor die A9 moesten openbreken. Daar ben ik ze nog altijd dankbaar voor. Dat scheelde Amstelveen echt tientallen miljoenen euro's en dat we niet aan de bedelstaf raakten. En zo helpen ze ook ons bijvoorbeeld met de internationale school. Maar wij helpen hun weer een beetje met het Bos. En zo probeer je een wisselwerking te hebben met elkaar.